FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Robije Sportswear. FC Volendam ging de winterstop in met 6 punten en was volgens velen de degradatiekandidaat nummer 1. Toch beloofde verdediger Demon Mirani dat het allemaal goed zou komen. Maar dat betekent nog niet dat we eruit zijn. En die belofte kwam hij na. Ja, zoals gezegd toch? Ja, van tevoren of in de winterstop, vlak voor de winterstop heb ik dat gezegd. En dat meen ik ook. En uiteindelijk heb dat geresulteerd erin dat we door keihard te werken met z'n allen, dat we erin zijn gebleven. Weet je, maar dit is gewoon een geleidelijk proces geweest. Veel jongens eerste seizoen in de Eredivisie. Dus ja, je moet gewoon ervaring opdoen, situaties gaan herkennen. En uiteindelijk hebben er heel veel dingen plaatsgevonden natuurlijk. Ook bijvoorbeeld systeemwissel, dat we naar 5-3-2 zijn gegaan. Ja, dat werkt daar allemaal wel in mee. Iets meer terug gaan zakken, waardoor de tegenstander minder ruimte krijgt. Af en toe iets meer vanuit de omschakeling spelen. Ja, dat zijn processen die we in hebben gezet en die uiteindelijk heel goed uit hebben gepakt. Karel Eiting was dit seizoen een van de uitblinkers. Volgens de assistkoning een jaar om nooit te vergeten. Ik denk een seizoen waarin club, spelers en supporters bij elkaar zijn gekomen. En iets hebben neergezet om een heel mooi beginpunt om hopelijk vooruit te gaan. Mijn rol daarin, elke dag bezig om zowel voor mezelf als team, de club, een topjaar ervan te maken. En dat betekent dus zelf goed spelen, met het team in de Eredivisie blijven en verrassen. Nou, je praat natuurlijk over nu dan de positieve resultaten, maar voor mij was Sevilla een kantelpunt. Met een besefmoment van, we hebben goed getraind, we voelen ons goed, we zijn gemotiveerd, een geweldig affiche. Ik kon niet wachten om die wedstrijd te spelen en dat je dan kansloos verliest. Wat natuurlijk pijnlijk is om te zeggen, maar dat was wel de realiteit. Oké, wat gaan we doen? Nou ja, dat is voor mij gewoon een klote periode geweest. Ja, zat ik minder lekker in mijn vel. Natuurlijk wel het geluk van die kleine thuis. Weet je, dat zorgt wel echt voor afleiding. Dan vergeet je ook makkelijker dingen. Zeg maar, of kan je het makkelijker een plekje geven. Nou ja, voor mij een nieuwe situatie die was ontstaan. Daarin ook eigenlijk wel mezelf weer een beetje uit moeten vinden. Heel veel gaan trainen, anders dingen gaan doen. Of dingen anders gaan doen, zeg maar. En ook hulp van mensen gevraagd daarin. Ja, en uiteindelijk gewoon keihard blijven werken. En daarin zorg dat je uiteindelijk gewoon jezelf ontwikkelt en daarin stappen maakt. En dan kom je uiteindelijk wel weer bovendrijven. Ja, uiteindelijk beslis je met elkaar, maar er is ook een trainer die iets aangeeft of een staf. En wij hebben zeg maar als mensen het beste met elkaar voor. Ik wil dat Damon goed presteert. Dat is het belang voor mezelf, belang voor het team, belang voor de club, belang voor Damon zelf. Dus, en hij hetzelfde bij mij. Dus wij waren eigenlijk vooral ook bezig dat die ander zich goed voelt bij hetgeen wat er gaat gebeuren. Omdat de belangen ook hetzelfde zijn. En omdat je het elkaar gunt als speler en als persoon. Wij kennen elkaar ook al, misschien net geen 10 jaar, maar het gaat wel richting die kant. We hebben samen gespeeld bij Ajax, mooie wedstrijden al gespeeld. Voordat ik naar Volendam kwam, stuurde hij me een appje van, kom je nou? Dus ja, die relatie is ook goed. En ik denk dat wij allebei dat ook heel belangrijk vinden. En dat daar niet iets in de weg voor moet komen te staan. Nou ja, kijk, het heeft uiteindelijk gewoon goed uitgepakt. Hè? Weet je, er zijn resultaten gepakt en ik heb alles in mijn mogelijkheden gedaan om ook het team daarin te leiden. En uiteindelijk voor de buitenwacht, zeg maar, geen interviews geven. Weet je, Karel is dan het soort van uithangbord, zeg maar, of die doet dat. Maar daarin heb ik wel gewoon ook in het proces ben ik gewoon mijn ding blijven doen. En daarin is er minder veranderd. Eigenlijk niet. Ik ben in situaties gekomen waar ik niet in zou willen komen. Zeg maar dat je in veel ruimte komt en waarin ik minder was. Of minder,
dat zijn niet mijn sterke punten, zeg maar. En daarin heb ik mijn mindere punten heb ik proberen te verbeteren. En mijn goede punten proberen nog sterker te maken. En uiteindelijk moet je zorgen dat je je goede punten zo goed maakt dat je mindere punten minder opvallen, zeg maar. En dat is misschien heel globaal. Maar ik heb daarin wel gewoon heel veel beelden bekeken en gekeken wat ik beter kan doen. Met mensen gepraat. Ik denk ook een stuk, er is ook mentaal heel veel gebeurd dit jaar. Dus daarin heb ik ook stappen gemaakt. Ja, en uiteindelijk echt ook voor de ontwikkeling gekozen. Door bepaalde dingen wel te gaan doen, andere dingen niet. Zeg maar, ik leefde er al echt heel erg voor. Alleen echt uit je comfortzone stappen af en toe. En jezelf kwetsbaar opstellen. Ja, en daarin uit je comfortzone dingen gaan trainen. En dan blijven reflecteren, evalueren. En uiteindelijk word je daar een betere speler van. En een beter mens. Ja, het besef met spelhervattingen is natuurlijk gigantisch groot. Hoe belangrijk dat tegenwoordig is. Feitelijk, maar ook in momenten in de wedstrijd dat je voelt van hey, of we nou wel of niet goed spelen. Wij krijgen nog kansen. Of wat er ook gebeurt, vandaag geen corner tegen. En dat is ontzettend belangrijk geweest voor ons. Ja, dat begint op de training. Dat begint met elkaar bezig zijn. Ook wat beelden bekijken natuurlijk. We kijken altijd beelden van de spelervattingen van de tegenstander. Waar ligt de ruimte? Waar zijn zij gevaarlijk? En eigenlijk is dat iedere keer een soort spel wat je dan tegen elkaar gaat spelen. Welke ruimte ga je weggeven? Welke ruimte is gevaarlijk? Waar wil je het benutten? Welke ruimte wil je voorkomen dat zij gevaarlijk worden? Ja, en dan zijn we daar op de trainingen mee bezig met Karel, Robert, Henk, Xavier. Ja, hoe kunnen we zo gevaarlijk mogelijk worden? Want we hebben echt gewoon een goede kopkracht. Aanvallend en verdedigend in de... Voor de winst stond natuurlijk wat minder. Stond het gewoon niet goed. Zijn we ook geswitcht. Zeg maar van mandekking naar zonedekking. Nou, hebben we minder goals tegengekregen. Alleen er zijn wel nog een aantal dingen die bij ons verbeterd moeten worden daarin. Weten we ook. Maar dat is nu ook voor volgend seizoen. Kijk, je kan 10 ballen goed trappen. Ze kunnen 10 keer goed voor het doel komen. En ze kunnen of er gaan er 0 en of er gaan er 5 in. En dat is zo'n groot verschil. En ja, waar zit dat hem dan in? Want de jongens kunnen allemaal koppen. Ik kan hem goed voorgeven. Dus hoe ontstaat het dan dat je uiteindelijk er zoveel uit gaat scoren? En dat is iets, wat ik denk is dat het geloof van iedereen er is. Van wij gaan een goal maken. En dat betekent dat iedereen zijn taak, die soms misschien voor het publiek een minder grote taak is. Maar bijvoorbeeld Kelvin heeft, buiten dat hij die assist gaf op Xavier, een hele belangrijke assist, heeft hij ook een andere rol. Misschien voor het oog een minder belangrijke rol, maar voor mij is hij bijna de belangrijkste speler. Omdat hij mensen blokt, omdat hij een positie inneemt die belangrijk is, waardoor ik bepaal waar ik de bal ga trappen of niet ga trappen. Zo iemand, als hij ook gelooft in zijn rol en belang voelt van zijn rol, ja, dan kom je echt ergens. Want dan heb je opeens 11 jongens die alles geven om die ene bal dat die goed komt en dat die ene kopbal goed valt. En dat is dan de spelhervatting, maar zo zit het natuurlijk in veel meer situaties. Het verschil is zeker groot. En ik denk niet dat het een specifiek punt is, zeg maar, dat je kan benoemen van oké, het is het veld of de fans. Of ik denk dat het meerdere factoren zijn. En als we dat natuurlijk wisten wat het zou zijn, dan had je dat natuurlijk al lang al veranderd. En ik denk dat wij eigenlijk een soort van te open zijn in uitwedstrijden. Dat we een te open wedstrijd creëren. Waarin wij minder sterk in de strijd of uit de strijd zijn gekomen dan de tegenstanders. Waardoor je minder punten pakt. Dus je creëert een te open wedstrijd. Waardoor zij kunnen gaan lopen in onze ruimtes. Dus wij spelen dan, misschien klinkt het heel gek. Maar 0-0 is gewoon op zich, begin je gewoon prima. Weet je, een prima resultaat in een uitwedstrijd. En vanuit daar dat je je momenten kiest. Want
vaak moet de tegenstander. Dus laat de tegenstander maar komen en dan gaan wij. Weet je, en dat, dan denk ik af en toe van ja, weet je, misschien moeten we dat wel eens gewoon creëren. Weet je, ook tegen RKC zijn we ook te open, worden we gelijk afgeslacht. En dat moet je eigenlijk voorkomen van oké, laat hun maar even komen. En uiteindelijk slaan wij dan toe in de omschakeling bijvoorbeeld of met de spelafvatting. Eigenlijk een beetje zoals tegen Ajax. Dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, hè? Maar ja, daar creëer je geen open wedstrijd. En ja, de fans hebben ontzettend vaak de energie gebracht. Waardoor niet alleen de basiself, maar ook de wissels, de bank, de andere mensen in het stadion mee gingen nemen in van wij gaan creëren wat we willen creëren. Dus ja, die hebben een waanzinnige rol gespeeld. Maar bij ons, wat wel bijzonder was voor mij ook, was dat toen het niet goed ging, hoe erg ze ons hebben blijven supporten en steunen. En waardoor je ook een gevoel krijgt van wij gaan dit doen. Wij gaan hierin blijven. En dat is wel heel mooi. Ik ben zelf iemand die heel erg positief is. Ook houdt van positieve coaching. En de club, de fans hebben mij het gevoel gegeven. En ik heb dat gevoel doorgegeven aan iedereen die ik heb gezien. En ze hebben het waarschijnlijk ook aan andere mensen doorgegeven van dit gaan we doen. Dit blijven we doen. En dat is denk ik wel iets heel krachtigs geweest van thuis. Nou, ik denk dat vorig jaar natuurlijk al een proces in gang is gezet. Met kinderen die in oranje shirtjes overal eigenlijk lopen. Dat was daarvoor eigenlijk niet. Zoals ik het kan inschatten. En dat is dit jaar natuurlijk nog even extremer geworden. Omdat je natuurlijk in de Eredivisie zit. Iedereen wil naar het stadion om ook de andere ploegen te zien. En natuurlijk om ons te steunen, dat ten eerste. Maar het is het gevoel van je gaat iets missen. Nee, ik wil er gewoon bij zijn en je wil niks missen, want het is eigenlijk altijd spektakel. En ik denk dat dat wel ook de kracht is. Weet je, en daar helpt iedereen in het stadion aan mee. En dat hebben we zelf natuurlijk ook gecreëerd als hele club Volendam. Weet je, dat zij achter ons staan, dat wij punten pakken, iedereen eromheen. En ja, dan creëer je iets en dan maak je elkaar alleen maar sterker. Dit is een fantastisch jaar geweest. En ik ben ongelooflijk blij met mijn keuze voor Volendam. En de mensen die in mij geloven en hebben geloofd. En die kijken naar mijn kwaliteiten. Als mens en als speler waar ik goed in ben. In plaats van de dingen waar ik niet goed in ben. En ik denk dat dat mij helpt om nog beter te presteren. En dat is best, dat maak je niet overal mee. Dat ze kijken naar de dingen waar je goed in bent. Dus ik denk dat dat een, voor mij is dat fantastisch geweest. En ja, wat ik ga doen volgend jaar, dat weet ik nog niet. Ik heb ook afgesproken dat ik nergens over nadenk totdat we veilig waren of iets. En ik ga ook op vakantie. Ik wil ook lekker op vakantie. En dan ga ik kijken wat ik ga doen. Ik heb er wel twee. Goal in de arena natuurlijk. Mooi moment, denk ik. Vanuit een mindere fase daarin een belangrijke goal maken. Ja, en Cambuur thuis. Twee goals. Ja. Daar hoef je denk ik niks aan toe te voegen. Weet je, dat spreekt gewoon, voor zich. Ik ben sowieso heel dankbaar en trots op mijn familie en vrienden. De mensen die belangrijk zijn voor mij. Die zijn er eigenlijk elke wedstrijd geweest, elke uit- en thuiswedstrijd. Het is een heel leuk stadion. En het is precies zo groot dat ik wel mijn familie kan zien en mijn vrienden. Dus die zitten bij elkaar en dat geeft je een trots gevoel. En dat je dat ook samen kan delen en dat ze je aanmoedigen, no matter what. Goed gespeeld, slecht gespeeld. Goed jaar, slecht jaar, blessures, geen blessures. Dat het voorop staat dat ze er voor mij zijn en voor elkaar. En ja, dat is het mooiste eigenlijk. Dus ja, wat is de volgende stap, weet je? Wat als wij straks wel Europees voetbal gaan halen, wat gaat er dan gebeuren? Hey.
zou natuurlijk wel mooi zijn. Promotie, handhaving, Europees voetbal.